Vandaag analyseer ik samen met Tony Verhelle de Volkswagen Polo. De nieuwe Polo's lijken enorm aan te slaan bij het publiek en dat is niet toevallig. Tony, ik ben een zeer gelukkig man, want wij staan hier samen naast de wagen van het jaar 2010, de nieuwe VW Polo. Is dat terecht dat deze wagen de wagen van het jaar is? Ik denk dat het terecht is omdat het een van de meest homogene auto's zeker is van het afgelopen jaar. Want 2010 wil zeggen, de auto's die vorig jaar uitgekomen zijn, uiteraard. Hij wil eigenlijk terugstreven naar marktleiderschap in zijn segment. Want hij is voorbijgestoken door de Fiesta verleden jaar bij ons. Ja. Dit is, laten we zeggen, een auto die meer publiek kan aanspreken. De meest homogene auto, ja. Dit is de inhaalbeweging. Ja, de inhaalbeweging. Het is een mooie wagen. Een mooie gestrekte lijn, zeer eenvoudig. Mm-hmm. Eigenlijk een kleine golf, dus dezelfde lijn zit erin. Maar de golf, de eerste golf, was 30 centimeter korter dan deze auto. Allee. Ja, dit is eigenlijk het B-segment, terwijl de Golf het C-segment noemt, dus erboven. En de eerste Golf was een stuk kleiner dan wat we nu het B-segment noemen. Is dit nu een sportievere versie van het koetswerk, met een paar opties, zoals die sportieve neuzen, Tony? Of? Nee, dat is het is gewoon standaard. Dat is de standaard look. Nu, je moet weten dat een van de stokpaardjes, of dadas, van de guru van het design van VW, Walter de Silva, is eigenlijk... Die zal je zelfs op Audi's tegenkomen. Een lipje zo, hè? Dat lipje. En die dubbele lijn die je hier ziet. Zo. Dus die twee strepen, dat moet het gezicht van Volkswagen worden voor de komende generaties van auto's eigenlijk. De voorkant. Ja. Een geslaagde wagen, vind ik. De Polo is iets groter dan de vorige Polo, neem ik aan. Ja, hij is een beetje langer geworden. Ja, iets meer passagiersruimte en iets meer kofferruimte. Laten we eens kijken, hè. Ja. Het logootje, dat als handvat gemaakt. Oh, dat is respectabel. Ja, maar dat is om een vlakke laadvloer te verkrijgen, want als je dat ding weghaalt en je kunt het er ook onder steken, dan heb je natuurlijk meer ruimte. Ja. Maar dan heb je natuurlijk een drempeltje, zoals gewoonlijk. Voor een kleine wagen? Voor een kleine wagen, door de koffer. Ja. Tof, eens binnenkijken. Ja. Ja, Tony, mijn algemene indruk van buiten zet zich ook door binnenin. Het is gewoon mooi en het was ook functioneel. Ja, zeer degelijk. Hè. Dat is de typische VW-look. Zeer goede materialen gekozen. Ook hier zetten ze weer de traditie van de Golf verder in de Polo. Hè. Ik vind het ook wel redelijk sportief zo met die afwerking hier. Maar die kroomrandjes, dat is echt iets waar Volkswagen wil aan werken om echt de perceptie te geven van kwaliteitsindruk. Ja, die displaytje hier voor radio en navigatie enzovoort, kan je zowel met knoppen bedienen als met touchscreen. Dat is juist. Dat is toch wel straf dat ze dat aanbieden in zo'n klein wagentje. Eigenlijk is het een soort watervalsysteem. Het komt van grotere auto's en al die hulpmiddelen en die media instellingen enzovoort, die komen naar beneden gedruppeld uit klassiekere, grotere auto's. En kan je nu ook in de kleintjes krijgen. Ja. Oh, kijk, hier kunnen we USB-tje aansluiten. Ja, inderdaad. Qua bergruimte is het ook wel interessant. In de deuren kan je van die grote flessen kwijt. En je hebt geloof ik onder je zetel nog een lade waar je toch wel de papieren zo kwijt kunt. Of, anderhalve kilo. Ja. Perfect. En als je vooraan geen toegevingen doet, dan zit je bijzonder comfortabel. Dat is typisch Duits natuurlijk. Zelfs in een klein autootje, als je groot bent, dan kan je vooraan ook een ongelooflijk goede rijhouding vinden. Maar dan moeten ze achteraan wel kleine beentjes hebben. Ja. Dus handig, functioneel. Eigenlijk zoals de mensen het willen. Zeer goed afgewerkt. Dus dat is een beetje sober Duits. Maar dat is eigenlijk wat de consument wil. Duitse degelijkheid alvast van buiten en van binnen. Maar hoe zit het met zijn rijprestaties? Tony, dat was een fijn ritje. Inderdaad. Weet je wat, bij Volkswagen hebben ze ongelooflijk goede motoren ontwikkeld. Hè. Van de diesels wisten we dat voor een stuk al. En die waren al erg, erg zuinig. Zelfs de benzinemotoren nu zijn zeer zuinig geworden en toch aangename prestaties. Dus dat is zeker een positief punt. De auto is door een beetje groter te worden ook wat comfortabeler geworden. Ja. Een betere ophanging, beter gedempt. Nu, wat die demping betreft, qua wegligging is ze nog iets te slap. Dus de meer sportieve rijder die zal zeggen, ik zou toch graag een iets stuggere demping hebben. Nu, dit was een DSG-versie die we gereden hebben. Een versnellingsbak met een dubbele koppeling. Maar de normale versnellingsbak, als je die koopt, die schakelt wat stug. Dat zou iets beter kunnen. De Volkswagen Polo die wij voorstelden met een 90 pk sterke 1.6 TDI-motor is van u vanaf €15.180. Met zijn gemiddeld verbruik van 4,2 liter per 100 kilometer produceert hij 109 gram CO2 per kilometer. Jaarlijks betaal je voor deze Polo €243,67 aan rijtax. Ja, Tony, wat is... Tony? Ah,
Tony, wat is jouw conclusie over de nieuwe VW Polo? Hij is comfortabeler geworden, iets ruimer geworden. Hij heeft zeer goede motoren. Als je één negatief punt mag aanraken, dat is dat het ESP verkozen wordt om niet standaard op deze auto te hebben. Voor de rest een zeer homogene auto, zeer populair dit segment. Waarom? Omdat de crisis naar kleinere auto's gaat. En vandaar, je ziet hier allemaal staan, allemaal bestelde Polo's. Love is all we need.